Cindy Schottens. We zijn hier vandaag op trainingsstal Witte Schottens. Gevestigd op het mooie terrein van Ad Valk. Ik ben Marieke van der Putten. Ik ben stal-amazone van RS2 Dressage. En dit is Kuvas RS2. En daar ben ik dit jaar 8e mee geworden op het WK Jonge Paarden. We willen vandaag ook graag even laten zien hoe je het juiste bit bij het paard kan vinden. Daar heeft Sprenger ook een heel mooi 4-stappenplan bij. Oké, dan gaan we natuurlijk beginnen om het juiste bit te vinden. Dat begint met de juiste breedte en dikte. Laten we even beginnen met de dikte. Ik persoonlijk zou zeggen, ik kijk gewoon naar de mond van het paard. Dan kijk ik er even in. Je kan ook met je vingers even voelen. Maar persoonlijk zou ik hem eerst erin doen en dan gewoon kijken, ziet het er heel vol uit? Dan moet je gewoon ietsje kleiner en is het goed, dan is het goed. Oké, dan ga je natuurlijk ook naar de breedte kijken. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Het moet natuurlijk niet te krap liggen, maar ook niet veel te breed, want dan kan er veel te veel beweging ontstaan. Maar te krap is ook niet goed, want dan komen snel de velletjes ertussen. Mocht je het toch moeilijk vinden om te bepalen welke maat bit je paard nodig hebt, dan kun je altijd nog de Sprenger bitmeter gebruiken om de precieze maat uit te zoeken. Dan gaan we verder met stap 2. Daarin ga je bepalen of je met een enkel gebroken trens wil rijden, met een dubbel gebroken trens of met een ongebroken trens. Wij persoonlijk rijden vaak met of de enkel gebroken of de dubbel gebroken trens. Oké, dan gaan we verder met stap 3. Dat gaat erom met welke ringen je kan werken. Dus je hebt de watertrens. Je hebt de bustrens of de D-trens. Dit is dan een D-trens. Marieke, misschien kan jij vertellen wat jij graag gebruikt, misschien specifiek bij de jonge paarden? Ja, ik denk dat wij persoonlijk kiezen voor bij de jongere paarden meestal voor de bustrens. Puur voor stabiliteit. Watertrens gebruik ik meestal bij paarden die misschien ietsjes minder smakelijk in de mond zijn. Dat ietsjes losser in de mond ligt. Oké, we gaan verder met stap 4. Dat gaat om de keuze van het materiaal. Je hebt edelstaalbitten, die zijn zilverkleurig. En je hebt de sensogambitten, die zijn meer goudkleurig. Welke bitten gebruik jij graag? Ja, ik kies toch meestal voor de sensogangbitten. Mijn idee is dat de paarden daar het smakelijkst in de mond in zijn en dat ze dat gewoon het fijnste vinden.